Ook een goede dag. Ja, dus ja, het gaat allemaal door. Zoals het gaat. We moeten wel. Wat zoek je? Glaswitz. Ze zoekt glaswitz. Ik heb gisteren dus nieuwe neusvleugeltjes op mijn bril gekregen. Ja, die zijn weer mooi. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even zien. Ja, je ziet wel wat, hè. Nou, ik zie dat niet zo, maar in ieder geval, ze zitten erop. Weer mooie witte. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, oprecht een goede middag, want het is al bijna 14:30, 14:26. Ik ben nogal laat, want ik ben boven bezig geweest. De wasmachine draait, de droog gedraaid, Karin aan de telefoon gehad, bezoek gehad, weg geweest. Wat wil je nog meer? Ik moet zo weer even met Rijka weg. Dus ja, ga dan maar door. Dan moet ik daar de boel op gaan ruimen, want ik heb nou wel weer genoeg voor de vaatwasser. Dus ja, druk als een klein baasje. Dan moet ik nog gaan renderen, want ik heb 2 dagen niet aan het renderen geweest. Oei. Moet wel, anders loop ik weer achter. Dat moet maar niet. Dus ja, en ik moet nog naar een brillenwinkel, want mijn neusvleugeltjes staan niet meer goed. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen zien. Want ik zie zo al helemaal niks. Maar even kijken. Ik heb aan die kant heb ik met Rijka een dreun gehad. En ik zie het zo wel door de glazen heen. Die is er helemaal brik, ja. Dat zit niet lekker meer. Ik kan dus gelijk ook nieuwe neusvleugeltjes erop zetten. Ja, want zolang ik nog een manddoekje voor moet hebben om mijn oogmetingen te doen, ga ik nog niet een nieuwe bril aanmeten. Nee. Echt niet. Ik moet geen bril, neusdoekje, manddoekje. Hoe noem je dat allemaal tegenwoordig? De ene zegt een manddoekje, die zegt weer een neusdoekje. Ja, wat is het nou? Ik weet het ook niet meer. Nee, ik weet het niet meer. Maar maakt niet uit hoor. Nee hoor, echt niet. Nee. Als het ding maar een naam heb, ja, gewoon een gezichtmasker, een doekje, ja. Gewoon iets geks, ja. Maar oké, maakt niet uit. Ik zou zeggen, ik ga er lekker helemaal vandoor. Even met Rijka wandelen. Ik doe dat jasje aan. Ik doe eerst mijn vestrommel, want het waait wel. Flink. En aan de gracht is dat dit koud. Dus dan dat jasje er even overheen. Geen winterjas, niks. Niet nodig, nee. En ik zou zeggen, die zakt af. Ja, Chrissy die zou me vorig jaar al hebben geholpen om lintjes eruit te maken. Lintjes heb ik eer vorig jaar al gekocht. Maar Chrissy kwam mij niet om me te helpen. Omdat die andere belangrijkere dingen had. Zoals een maatje van de, die lag in het ziekenhuis. Ik weet het, maar daar heb ik jullie ook allemaal medegedeeld. Dus ja, en ze woont ook niet meer in Den Helder, ze woont in een dorp tegen Den Helder aan. Maar ja, oké, gedaan de zaken nemen geen keer. Ik hoop dat ik daar toch een keer even hulp bij krijg. Van wie dan ook. Want dan, kan ik dat, dan zit dat vast op de rug en dan zakt dat niet meer af. Ja, maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet ze en het komt allemaal wel goed. En ik spreek jullie later. Tot dan, doei! Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is net 12:00 geweest, dus ja. Dan is het middag, hè? Ja, onze Rebecca, die is boven druk bezig. Rijka legt op de bank op het kussentje in, een rondje haar zelf te verzorgen. Er loopt er hier eentje rond. En die andere knaap is buiten. Ja, en dan komt Rebecca aan, die hoor ik lopen. Ja, ook een goede dag. Ja, dus ja, het gaat allemaal door. Zoals het gaat. We moeten wel. Wat zoek je? Glaswitz.
Zet het glas weg. Ik kan het zeggen. Ik moet hebben. Dus ja. Allemaal weer goed. Dus eventjes. Nou ja, niet met je neus kijken, maar met je ogen, schat. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. En doe het met lachen. Het is hier nogal grijs, grauw en triest. En ja, niks aan, helemaal niks aan. Nee, echt niet. Maar oké, ja, ze heeft druk. Ze moet ook opschieten, want de kindertjes die komen thuis, die moeten ook naar huis. Dus ja. Dus en om te lang je kinderen alleenig te laten wil je ook niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. En ik zal even voor mijn diertjes gaan zorgen voor mezelf. En ik moet zo ook met Rijka lopen en ik moet van alles en nog wat weer doen. Boodschappen hoeft vandaag niet, nee. Misschien morgen, weet ik eigenlijk nog niet eens. Ik heb gisteren boodschappen gedaan, maar ik moet ook nog een keer naar de FOMA denk. Maar ik heb nog genoeg van alles en nog wat. Dus ja, dat komt allemaal wel goed ook. Jullie krijgen de groeten van Chrissy. Is ook zo, die heeft me ook gebeld. Ja, en gisteren kreeg ik nog een kaart. En dat is hartstikke leuk. Ja, kreeg ik een kaart. Hoi Corina, zagen we jou toch zomaar op de televisie? Grappig hoor. Het gaat goed met je zo te zien. Ja, de buitenkant misschien, hè, de verpakking, maar van binnen. Nou, echt niet hoor. Wij hopen dat we elkaar binnenkort weer kunnen ontmoeten. Groetjes John en Olga Jansen. Dat is dus mijn dominee met zijn vrouw van onze kerk, de Baptistengemeente. Maar ja, schijnbedriegt, zeg ik dan altijd maar. En van buiten gaat het goed, maar van binnen, Dat zal toch wel nooit goed worden. Maar oké, maakt allemaal niet uit. We gaan gewoon door met die bananen, ja hoor. Komt allemaal goed. Maar in ieder geval, ze moeten niet naar de buitenkant kijken. Ja, ze moeten verder kijken dat de neus lang is. En als je dat doet, ja, dan kom je erachter dat het niet goed is. Maar oké, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Doei doei. Hallo lieve vrienden. Ja, ik viel vanochtend ook zomaar in jullie huiskamer binnen. Of waar jullie dan ook mogen zijn of zitten. Maar ik vergat jullie wel een welkom te heten bij een gloednieuwe vlog en te mede te delen dat we op vrijdag 3 juli zitten. En inmiddels is het natuurlijk al wel weer veel later. Het was toen net na 12. Mijn horloge was 3 minuten over 12 en het is nu 18 minuten over 1. Ja, uiteraard is onze Rebecca al lang alweer klaar en die is al weer naar huis en ik heb Rijka uitgelaten. Ja, alles is weer spik en span en nou is het na het weekend en maandagmiddag rond 2:30, als er niks tussen komt, dan komt ze weer. Ja, nu lekker weekendje vrij, zitten kindertjes bij de, dus lekker. En ik heb de deur op parkeertje zodat Rijka niet naar buiten kan en ook geen kat. Dus ja, het is benauwd in huis, maar als ik de deur helemaal open ga zetten, dan kan ik vanavond zelf weer gaan stofzuigen, want het tuift, dat zand, nou dat wil je niet weten. Nee, echt niet. Het is niet leuk meer. Nee, echt niet leuk. Nou, en er is maar een klein beetje afwas, dus ja, één bord en een beker en een glas en bestek. Meer is er niet. Nou ja, dan ga je niet voor een vaatwas eraan zetten. Nee, doe je niet. Gewoon niet doen. Ik heb gisteren dus nieuwe neusvleugels op mijn bril gekregen. Ja, die zijn weer mooi. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Even zien, ja, je ziet wel wat, hè. Nou, ik zie dat niet zo, maar in ieder geval, ze zitten erop. Weer mooie witte.
Maar om nou te zeggen, oh wat zit die bril lekker? Nou nee. Mijn neusvleugels zitten niet goed zoals ze behoren te zitten. Maar ik moet het er toch maar even mee doen. Ja, en dan moet ik maar eens even met Anita de bazin eventjes een babbeltje maken. Want ik ga niet een mondkapje opdoen. Nee, echt niet. Ik ga het niet tegen. Ik denk dat ze daar ook zuurstof aan gaan schaffen om mij aan de zuurstof te leggen. Ja, moeda. Nee, dat moet me niet. Maar mijn bril moet toch ook lekker zitten. Dus via Facebook zal ik er even aanschrijven. En dan komt dat wel goed, want ze is ook een vriendin van mij. Ja, dus. En ik kreeg weer een kaart. Ja, ook zo lief. Van een hele oudere dame al. Ja. Hoe mooi is die, hè? Ja. Maar ja, dat ging om haar adres die ik kwijt was. En haar telefoonnummers, maar die hek nou weer. Ja. Dus hartstikke mooi. Ik schrijf mijn naam ook verkeerd. Maar dat doet er niet toe. Nee, ik krijg wel een dikke knuffel van haar. Ja, ik vind hem heel mooi. Nou. Ben ik blij mee met die kaart. Echt wel. Maar oké, lieve vrienden. Jullie weten nou wat voor dag het vandaag is. Jullie zijn natuurlijk uiteraard welkom. Ja, bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. En we gaan gewoon door. Ik ga de computer weer aan doen en we gaan lekker weer aan het renderen. Ja, en de camera die moet ook weer leeg. Dus ja, dat komt allemaal goed. Dan kan ik die ook weer in mappen gaan zetten. En dan kunnen we daar ook weer mee doorgaan. Ja toch, komt allemaal goed. Ik ga nou eerst een lekker bakje koffie maken. Ik weet niet wat jullie gaan drinken. Misschien ook koffie, misschien een bakje thee. Nou weer thee. Mijn moedertje die zei altijd, van thee krijg je luizen en van koffie krijg je rood haar. Ik weet het niet, ik heb paars. Maar oké. Okay. Het zal allemaal, maar in ieder geval, even mosterd leer je liegen. Nou ja, mosterd lust ik al niet eens, niet zo, maar wel door een gerecht heen. Dan proef je het niet zo. Nee, want ik heb het wel eens in huis en dan doe ik het door een gerecht heen. En Ewen die is aan het blaren. Hé Ewen! Ewen! Hallo! Nee, niks. Komt er helemaal niks meer uit? Oh, toch wel. Oh, toch. Oh, is het zo? Nou, dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet hoor. Oké. Ja, het zal, hè? Ja, dat het is ook vreemd, gek, raar weer. Ja, het is grijs, het is grauw, het waait als een raket, op de gracht is het koud, loop je weer tussen de huizen door, dan is het weer warm en benauwd. Ja, op de gracht heb je echt, nou ja, dan is het zo koud, heb je toch wel een dikke jas nodig. Nou ja, oké, maakt allemaal niet uit. Nee, ik moet eens een keer ooit een zomerjas kopen. Die waterdicht is, of die ik waterdicht kan maken. Ja, want dat heb ik niet. Ik heb niet een fatsoenlijke zomerjas. En ik heb wel een dunne namaak leren jas, maar er zit ook weer nylonvoering in. Dus je schiet er niks mee op. Je moet iedere keer een dun dingetje eromheen onder, zoals deze. Nou, die is ook niet waterdicht. Dus ja, daar kan ik ook niet mee lopen in de regen of wat dan ook. Nee, ik moet echt een langere jas hebben die niet dik is. En waar je niet in zweet en die wel waterdicht is. Gewoon een nette, wel een nette jas. Maar ja, zullen we wel eens een keer ooit tegenkomen? Ja, daar moet je tegenaan lopen, denk ik. Ja. Maar oké, misschien dat nou ja, de bekende winkel hier in de stad wel wat heeft. Daar haal ik vaker ook kleding. Dus zullen we daar eens kijken. Maar ik ga eerst Rijka laten opereren. Ja. Rijker gaat verloren dan de rest. En dat zal naar de 18e wezen. En natuurlijk neem ik jullie daar helemaal niet mee. Ja, ik moet ook nog bellen.
naar de dierenarts om te vragen hoe we dat moeten hebben. En dan komt dat allemaal weer goed. Ja, ik hou jullie wat dat er gaat helemaal op de hoogte over het rijden en het zeilen van de operatie van onze Rijka. Ja, dat noemen wij een ritsluitingje. Ja, maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, we spreken elkaar later wel weer. Tot dan, doei doei. Ja, lieve vrienden, ja, jullie zien, ik heb wat anders aan, want het werd koud. Wat? Het werd niet koud, het is koud. Ja, ik heb ook al andere schoeisel aan, ik heb blote voeten, dus ik heb nou dit keer maar eventjes, ik heb het niet vaak, maar zomers wel, heb ik van die pantykousjes aan, daaroverheen sportsokken en nou heb ik van die zilveren sportschoentjes aan. Ja, lekker warm. Dat, het was echt niet te doen net buiten dat ik met Rijk aan het lopen was. Oh, wat had ik het koud. Ik denk, nou, zo meteen als ik thuis ben, gauw omkleden en dan zien we wel weer. Nou, ik ben blij dat ik wat anders aan heb. Ja, armen hoeven eigenlijk 1, 2, 3 niet, maar je voeten, je benen, oh, wat koud. Ja. Dus, maar oké, dat heb ik gedaan. Ik heb mijn nieuwe jurk meegenomen naar beneden. Die ga ik in het weekend maken, want die is al stuk. Ja, erg hoor. Althans, ik vind het erg. Dat ze daar niet, nou ja, of het al stuk is door mijn schuld, dat weet ik niet. Maar ik blijf niet haken. Maar het is, kijk, de naad. Ja, aan weerskanten. Dus ze hebben dat te veel, denk ik, op de naad gestikt. Dus ik ga dat even nog een beetje dubbel vouwen of zoiets. Ik weet het niet. Maar het moet gemaakt worden, punt, klaar. Ja, en helaas heb ik de kassenbon al weggegooid. Helaas, pindakaas. Maar ja, het was voor mijn verjaardag nog. Dus ja, die vind je daar geen om. Ja, en ik merkte het pas na mijn verjaardag. Maar ik doe er gewoon een stukje dubbel. Maak hem eerst zo. En dan doe ik hem dubbel maken. En dan trapeloos weer naar de oude na toe. Schuin links. Dus ja, en dat is aan eerste kanten zo. De andere kant idem. Nou, dat vind ik gewoon heel erg. Ja. Maar ja, dat doe ik met het spel dan allemaal even. En dan naaien, ja, kan er ook niks aan doen hoor. Moet gemaakt worden, punt. Maar ja, dat doe ik met weekend, maar dan is die zo vast beneden, ja. En dus, maar dat komt allemaal goed. Ik heb een haak aan mijn naam, moet ik er ook even afhalen. En daar zou ik ook al aan te denken, maar ik ben niet blijven haken. Dus ja, dan kan er daar ook niet mee wezen. Blijf wel een haak, maar dan heb ik nog niet eens een gat in mijn kleding, nee. Dat mag niet voorkomen, dat je een gat in je kleding krijgt. Niet op die manier, maar oké, en het is bij de naad, ja. En hij is wijdzat, dus wat dat er gaat. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is heel vreemd gek achter weer. Dan schijnt de zon weer even, dan is het heel scherpe lucht, dan doet het zeer aan je ogen. Dan mag je zowat een zonnebril in je huis opdoen. Maar in ieder geval, en het is koud. Maar ja, het kan ook wezen omdat we bij de zee wonen en jullie in het midden van het land. Straks is het bij jullie hartstikke warm. Want in huis, moet ik even kijken om mijn toon aan doen. In huis is het 24 graden. Bij de poort is het 23 graden, maar op de gracht zal het kouder wezen, want dat is echt nou die wind die, ik had het zo koud. Maar ja, gedane zaken nemen geen keer, ik heb nou wat warms aan, dus dat zal wel weer goed komen. En ik ga bezig met een plaatje. Ik had 2 vlogs aan het renderen geweest. Eentje is al naar YouTube, maar ik had per ongeluk de verkeerde. De tweede was per ongeluk een verkeerde. Had ik een paar eerder moeten hebben, maar nou staat deze in ieder geval zo vast klaar. Maar ik ga dan eerst even een plaatje maken. Dan heb ik die ook klaar voor Facebook. En als ik dan nog tijd over heb, zal ik nog weer even de juiste vlog renderen. Ja.
zodat die ook naar YouTube kan. Maar oké, we zullen beleven of dat goed komt, ja of nee, ik weet het nog niet. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne namiddag. En geniet ervan met jullie bakje thee of koffie. Het is maar net wat jullie drinken. Ik ga een bakje koffie maken. Ja, lekker, 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 lekker. Ga heen even mee naar Vuldigje. Rotvlieg. En ik zou zeggen, tot later. Ja, tot dan. Doei.